Beste Achtervelders, Leusdenaren en Stoutenburgers. Normaal gesproken ontmoeten we elkaar aan het begin van het nieuwe jaar in Huis van Leusden. Dit jaar is alles anders. Geen nieuwjaarsreceptie. Niet bijpraten met oude bekenden. Geen verrassende ontmoetingen. Geen bitterballen. Via het beeldscherm blik ik met u terug op 2020 en proosten we op het nieuwe jaar. Dat doe ik niet alleen. We hebben een aantal inwoners gevraagd hun herinneringen en verwachtingen te delen. Aan mij de eer te beginnen. Vorig jaar deed ik dat met de woorden van Martin Luther King. Die woorden gingen over vrijheid. 2020 zou immers het jaar worden waarin wij 75 jaar vrijheid zouden herdenken en vieren. Dat hebben we ook gedaan. We waren bij de Stenen Man, bij de Asschatten Keerkade, in Achterveld en bij Kamp Amersfoort. Onze gedachten waren bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld en hun nabestaanden. En samen hebben we stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Maar veelal deden we dat ieder voor zich. Online. Op afstand. Zo anders dan we 75 jaar vrijheid hadden gepland. Wat is het een ander jaar geworden? 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van corona. Het virus heeft de wereld en onze samenleving in zijn greep. Het overheerst het nieuws en ons leven. Helaas ervaren ook inwoners van onze gemeente hoe kwaadaardig het virus kan zijn en hoe lang klachten kunnen aanhouden. Wij betreuren in 2020 het overlijden van 12 inwoners met corona. Hoe vreselijk om een dierbare te verliezen. En helemaal als omhelzen niet veilig is en je elkaar troost op afstand. In gedachten was ik bij de nabestaanden tijdens de afgelopen feestdagen. Juist zo'n decembermaand is na zo'n verlies een zware periode. Naast de ziekte zelf treft het virus ook onze zekerheden. Naar school gaan, je oma een knuffel geven, je vrienden ontmoeten. Niets is meer vanzelfsprekend. Gewone dingen hebben een andere lading gekregen. We zijn vooral thuis. En voor een deel van de mensen geeft het rust. Meer tijd thuis brengt gezinsleden dichter bij elkaar. Ouders en kinderen zijn uren druk met Lego. En spelletjes zijn niet aan te slepen. Maar er is ook een keerzijde. Dat horen we bijvoorbeeld van Larix. Gezinnen waar al spanningen waren, redden het niet zonder hulp. En eenzaamheid onder ouderen en ook jongeren ligt op de loer. Omdat activiteiten zijn stopgezet of bezoek niet verantwoord is. Ook aan de middenstand deelt het virus rake klappen uit. Je zult maar een restaurant of café hebben. Of werkzaam zijn in de cultuur- of evenementenbranche. Wat een zware tijd. Bewonderenswaardig hoe onze ondernemers hun krachten bundelen en de crisis te lijf gaan met creativiteit. Denk ook dat het motto van ons allemaal moet zijn. Als het niet kan zoals we het deden, laten we het dan anders doen. Online met vrienden koken, met z'n tweeën wandelen in plaats van koffie drinken. En niet uit eten, maar de lokale horeca steunen door mee te doen met een barbecue drive-thru of een doe-het-zelf pakket van een lokale chefkok. Samen blijken we ook in deze crisis tot mooie dingen in staat. Zoals Leusden dineert, een samenwerking tussen horeca en de tuin. En het nieuwe Normaal Theater dat op Leusden End met hulp van veel vrijwilligers garant stond voor een geslaagd avondje uit. Maar ook op sociaal vlak gebeurt er veel. Zo heeft Huiskamer van Leusden zich ontpopt tot dé plek waar je terecht kunt met corona hulpvragen. Bieden vrijwilligers van de wijkkamers en buurthuizen hulp aan omwonenden en nemen ook commerciële organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is mooi. En ook wel een vorm van bijvangst van het vreselijke virus. Het dwingt ons om kansen te creëren, krachten te bundelen en zorgt ervoor dat we op een andere manier naar de wereld en elkaar kijken. Ik ben Sophie van Rome. Ik woon met mijn man en twee kinderen aan de Asschattenweg in het buitengebied van Leusden. Ik heb samen met mijn man een melkveebedrijf. En daarnaast ben ik bestuurslid bij LTO Gelderse Vallei. En in die rol heb ik ook met de gemeente Leusden eigenlijk heel veel contact.
Ik heb het afgelopen jaar mijn stinkende best gedaan om te zorgen dat de Leuzense boeren kunnen blijven boeren, nu en in de toekomst. Ik hoop dat ik voor in ieder geval de Leuzense agrarische ondernemers heb kunnen bijdragen om het energievraagstuk, de rest waar ik bij betrokken ben binnen regio Amersfoort, dat we toch wel de landbouwbelangen en het belang van het behoud van de landbouwgrond voor agrarisch gebruik en voedselproductie, dat ik dat toch wel heb kunnen waarborgen. En ik heb ook voor de rest heb ik ingesproken bij de gemeente om dat belang nog weer een keer te benadrukken. Ik denk dat er een heleboel uitdagingen liggen, maar ik denk dat er een heleboel punten zijn waar we het goed op doen. Ik ben IJsbrand IJstijd en ik ga dit jaar het carnaval voor samen met mijn adjudant Tijdloos onder het motto alles heeft zijn eigen tijd. En waarom heb ik IJstijd genomen? Omdat het werd tijd en natuurlijk mijn naam IJsbrand. En IJstijd, dat komt goed met elkaar overeen. Dat is de reden dat ik Prins IJstijd ben geworden. Dit jaar is voor ons natuurlijk een raar jaar. We gaan er toch wat van maken met z'n allen. Prins IJstijd gaat bij de mensen langs. Die het minder hebben, daar gaan we voor. Mensen die het corona zwaar hebben, daar willen we aan denken. Mensen die het moeilijk hebben en hart onder de riem steken. We komen bij jullie langs, want jullie vergeten we niet. En we willen er wat van maken, toch, dit carnavalseizoen. En we zijn echt trots op, en ik ben trots, samen met Maatje Dant, dat we jullie voor mogen gaan. Ja, het is gewoon dat mensen dat toch de schouders eronder zetten en er gaan wordt. Dat maakt me trots. En tegenvallen en doorgaan. Dus we zien dat het mooi is. En dan ben ik trots op dat ik in die samenleving mag wezen. Daar ben ik trots op. Dat er mensen niet altijd zijn, gaan in hun zakken gaan zitten. Maar hup, de schouders eronder en we gaan ervoor. We maken er wat van. Puppenkoppen, alaaf. Puppenkoppen, alaaf. Puppenkoppen, alaaf. Mijn naam is Hamid. Ik kom zelf uit Afghanistan. Ben ik geboren in Kabul, hoofdstad van Afghanistan. En einde 2018 heb ik mijn eigen bedrijf nogmaals als taxibedrijf begonnen. Die heet Leuzen 2000. En jaren heb ik daar gewerkt in Schiphol in Amsterdam. Maar vanaf maart 2020, vanwege corona, moet ik mijn werk plat leggen. Ik was een paar maanden in thuis gebleven. Wacht ik dat de corona gaat voorbij. Maar helaas, dat duurt het nog een lang. En uiteindelijk, anderhalf of twee maanden geleden, ben ik met de tweedehands fietswinkel begonnen in Leuzen. Ga ik alle reparaties van alle opknappen, doe ik zelf. En heb ik alles zelf, of zelf bedacht, of zelf heb ik geregeld. Soms heb ik via YouTube geleerd. Hoe moet ik een fiets openen, hoe moet ik iets terugzetten. Ja, de 2020 was een heel zwaar jaar. Niet alleen voor mij, van heel veel mensen. Vooral voor zelfstandige medewerkers en voor ondernemers, voor ZZP'er. De corona heeft alles platgelegd. De corona heeft iedereen gek gemaakt. En we wisten ook niet wanneer gaat het verbeteren. 2021, ik hoop dat ga ik heel snel groeien. Ik ben op dit moment heel hard bezig om andere dingen te regelen. En vooral ben ik op zoek naar een heel grote ruimte. Mijn naam is Henk van der Bolle. Ik ben voorzitter van de Voedselbank in Leusden. En samen met zo'n 60 enthousiaste vrijwilligers verzorgen wij wekelijks het verstrekken van een voedselpakket aan zo'n 65 adressen in Leusden en Achterveld. Dat betekent ongeveer voor 200 mensen die dus wekelijks afhankelijk zijn van de voedselbank. En 200 mensen, dat betekent ook 99 kinderen, zeg maar 100 kinderen, die wekelijks van het pakket gebruik maken. Dat doen we met een basispakket wat we krijgen van Voedselbanken Nederland. Dat is ongeveer 30% van wat in het pakket zit. En het restant wordt aangevuld met giften die we krijgen van supermarkten, groot Zandbrink, waar we verse groenten van krijgen. Inkopen die we zelf doen, van sponsors. Denk aan kerken, bedrijven, particulieren.
En zo kunnen we eigenlijk elke week een fatsoenlijk voedselpakket verstrekken. Ik denk dat ik deze rol veel mooier vind als het betaalde wat ik ooit gedaan heb en de verantwoordelijkheden. En nu voelt die verantwoordelijkheid ook bedrukken, maar die rol pak ik heel graag op. Ik vind het mooi om iets te betekenen. In dit geval dus als vrijwilliger. En ook mensen te motiveren en te binden. Ik heb ook geen verloop in mijn vrijwilligers en ook niet in mijn bestuur. Ik vind het ook mooi om daarin een bijdrage te leveren. Ik ben elk jaar op de mensbeurs aanwezig. Langzamerhand kenden de meeste mensen me daar ook wel. En ik sleep dan nogal wat dingen voor de voedselbank vandaan. En een van de mooiste dingen is dan toch het realiseren dat je weer de kinderen een week op vakantie kan sturen. Alleen al die glimmende kopjes, die zijn goud waard. De afgelopen 2 jaar hebben we te maken gehad met een toename van ons aantal klanten. Met 45%. We zijn gegroeid van 45 naar 65. De verwachtingen van het Nibud en Voedselbanken Nederland is een groei tot eind 2021 in december dus, van 30% tot 50%. Dat is enorm. Ik heb enerzijds te maken met een grote toename en anderzijds een afname van de toevoer van de producten. Steeds meer moeten we zelf inkopen. En dan doe ik een beroep in feite op iedereen, ook instanties, particulieren en bedrijven en andere organisaties, om daarin een bijdrage te leveren. Samen de schouders eronder te zetten dat we dus toch nog een volwaardig pakket kunnen geven aan de onderkant van onze samenleving, mensen die het heel moeilijk hebben. Nou, ik ben Rikea, ik ben 18 jaar. Ik ben geboren in Amersfoort, ik woon mijn hele leven al in Leusden. Ik ben actief op scouting in Leusden ook en actief bij Fort 33 als vrijwilliger binnen de techniekploeg. Nou, we hebben met een aantal vrijwilligers van Fort 33 is het gelukt om het te realiseren van een studio binnenin Fort 33 zelf. Om podcast, maar ook bandjes te kunnen opnemen en meer voor de jeugd de mogelijkheid te bieden om zonder kosten te leren hoe je moet rappen, beat maken en dat soort muziek maken en gewoon opnemen van de muziek. Maar het is ook gewoon leuk om te zien dat bandjes en jongeren gewoon een ruimte hebben om de muziek te maken en met z'n allen gewoon er iets van te maken. Ook al zitten we nu momenteel in gekke tijden waar niet zo heel veel mogelijk is. Toen het echt begon, alles plat ging, is best wel heftig ingeslagen op mijn normale werk. Ik zit in de evenementenbranche in de horeca en daar ging het allemaal plat. Dus iedereen die ik ken kwam in één keer financieel echt heel erg in de knoop te zitten. En dat is gewoon zwaar. Je kan er niks aan doen als we met z'n allen luisteren naar wat het is. En gewoon dat accepteren, hè, dan kunnen we zo snel mogelijk gewoon weer terug naar de leuke feestjes draaien. En gewoon feestje bouwen en lol hebben. Ik doe opleiding voor podium evenemententechniek. Maar de vraag is, kan ik als ik klaar ben met mijn studie überhaupt werk vinden? Want heel veel bedrijven vallen om. Hoe ziet de markt eruit over 2 jaar, 3 jaar? Dat is gewoon afwachten. Maar dat is wel onzekerheid van hoe dat gaat lopen. Ik ben Olivia van Ruitenbeek en ik ben de jeugdburgemeester van Leusden. Een jeugdburgemeester, dat is eigenlijk een kleinere burgemeester. En dan ga ik met de burgemeester allemaal dingetjes doen. En ik heb ook, allemaal omdat corona nu was, heb ik ook filmpjes gemaakt. Eerst wist ik ook helemaal niet wat een neutralisatiebijeenkomst was. En ik wist niet dat het bestond. Dus ja, dat heb ik geleerd ook. En dan gingen mensen die uit een ander land kwamen, die kregen dan een Nederlands paswoord. Een Nederlandse identiteit kregen ze toen. En daar mocht ik dus bij zijn. Ik hoop eigenlijk dat corona zo snel mogelijk weg is. Want dan kunnen we allemaal weer samen zijn. En dan is het gewoon heel gezellig. En dan hoef je niet meer afstand te houden of zo. Ik hoop dat de volgende jeugdburgemeester net zo gezellig heeft als met de burgemeester als ik met de burgemeester had. 6 mensen. 6 verhalen. Ik werd erdoor geraakt. Rik's hoop op een toekomst in de evenementenbranche. De strijdlust van boerin Sophie. De diepgewortelde tradities van Prins IJstijd.
Het optimisme en het ondernemerschap van Hamid. En de ontroering in de ogen van Henk als hij praat over de glimlach op de kindergezichtjes. En natuurlijk de ontwapende lach van mijn collega Olivia van Ruitenbeek. Corona voert de boventoon in hun terugblik op 2020. Maar als je goed luistert, klinkt er zoveel meer in door. Ik besefte, dit is Leusden. Dit is onze samenleving. Samen strijden we tegen corona. En samen bereiken we dankzij en ondanks corona veel. Met elkaar creëren we lichtpuntjes. Groot, klein, uniek, alledaags. Het zijn er veel voor een gemeente als Leusden. Kleinkinderen die voor hun grootouders maaltijden organiseren in de binnentuin van het seniorencomplex. Een lokale drukker die puzzelboekjes uitdeelt aan ouderen. Een miniconcert in de tuin van Sint-Jozef. En dan zijn er nog grote spraakmakende projecten. Je zou het bijna vergeten, maar we timmeren ondanks de crisis flink aan de weg. Grote bedrijven kiezen voor Leusden. De contouren van een energie-neutrale gemeente krijgen vorm. Inwoners en organisaties konden hier in de zomer online over meepraten. De Hessenweg is compleet vernieuwd en was bovendien eerder gereed dan gepland. De Hamershof ken je niet meer terug. En het Algemeen Dagblad kopte onlangs dat Leusden de wijk van de toekomst krijgt en doelde daarmee op Maanwijk. Onze ambtenaren werken vooral thuis, door, voor u. Ons college bestuurt de gemeente digitaal en ook onze gemeenteraad vergadert met de nodige hindernissen digitaal. Als volksvertegenwoordiging van Achterveld, Leusden en Stoutenburg neemt zij belangrijke besluiten en brengt Leusden verder. Wat ben ik trots op hen, onze ambtenaren, wethouders en raadsleden. En eigenlijk op u allemaal. Juist nu, in een tijd waarin niets vanzelfsprekend is, mogen we best wat trotser zijn op wat we met elkaar in onze gemeente realiseren. Ons meer verwonderen over dat wat we als gewoon bestempelen. Dankzij mijn zoontje Alexander kijk ik regelmatig door de ogen van een kind naar onze wereld. Hij is bijna 2,5 en verwondert zich continu. Over een vogeltje dat zit te kwetteren in het park. Over een luiaard in de dierentuin die hij vervolgens meent te zien in de boomtoppen van de intreek. Over een bal die wegrolt als je er tegenaan trapt. Over de zon, de maan en de sterren. Niets is voor hem vanzelfsprekend. Hij ziet het bijzondere in het gewone en het gewone is voor hem bijzonder. Zo ziet een kind de wereld. En dat raakt zo de kern van wat 2020 ons heeft geleerd. Alles wat vanzelfsprekend was, heeft door corona een andere lading gekregen. Vorig jaar sprak ik aan het einde van mijn speech de wens uit vaker stil te staan bij kleine dingen. Dingen die zo gewoon lijken, maar dat allerminst zijn. Wat heeft corona ons dit keihard doen beseffen? Nu het vaccin binnen handbereik lijkt en we allemaal snakken naar meer ruimte, meer vrijheid en bovenal weer dichter bij elkaar kunnen zijn, elkaar aanraken, wens ik dat we ons vaker blijven verwonderen over dat wat zo vanzelfsprekend lijkt. Kijk eens door de ogen van een kind. Zie wat er kan en mag. En wees vooral ook trots op wat we samen voor elkaar krijgen. Ik wens u een gelukkig en bovenal een gezond 2021. Wie zijn dit jaar die bijzondere mensen die worden onderscheiden? Kijkt u mee? Ja, we hebben geprobeerd je naar het huis van Leusden te laten komen om een filmpje op te nemen. Om te vertellen over wat je allemaal doet voor de Leusdense samenleving. En dat is heel wat. Want om te beginnen, we kennen jij natuurlijk de meeste van ons van Leusden Z. Maar jij bent ook degene geweest die als lid van de toetsingscommissie de startfase van het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebt opgezet. Een fonds wat ontzettend succesvol is. Wat heel veel zaken in Leusden heeft opgezet. Hè? Met heel veel Ja, heel veel met mensen. Heel veel anderen, dat weet ik. Dat is ook jouw bescheidenheid. Dat siert jou ook zeer. Die kennen we. En deze expertise zet je nu in als voorzitter van Leusden Z. De wijkvereniging van Zuid en Tabaksteeg. 3 jaar later is het initiatief uitgegroeid tot een bloeiende wijkvereniging. De kracht van Leusden Z is het stimuleren van bewoners om een idee aan te dragen en dit dan ook zelf met andere buurtbewoners vorm te geven en te organiseren. En daardoor is er een groot en divers aanbod van, voor en door buurtbewoners. En op die manier worden de talenten en interesses van de wijkbewoners ten volle benut.
Jouw vrije tijd is schaars. En daarom is het extra bijzonder dat je zo intensief en enthousiast inzet voor onze Leusdense samenleving. Geachte heer Kleppen, beste Martijn, daarom hebben we besloten om de Annie de Beaufortspel 2020 aan jou uit te reiken. Wauw. Ja. Geweldig, jeetje. En jij wist het? Oh, echt? En het is een typische Leusdense onderscheiding, bedoeld voor een inwoner die zich langere tijd op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor onze samenleving. En mag ik je deze bijzondere onderscheiding overhandigen? Ik kan hem niet opspelden. Ik verzoek je om je dat even door je vrouw aan jou te laten opspelden. Geweldig. Alsjeblieft. Jeetje, wat een eer, jongens. Nou, die draagt me trots, hoor. Ik moet hem denk ik anders officieel, ja. Maar daar ben ik niet goed. Zo, ik wou dolgraag natuurlijk je als eerste kunnen feliciteren. Het gedachtegoed van juffrouw Annie de Beaufort, die in 1948 de stichting heeft opgericht. De boom probeert in haar geest te handelen, te werken. En daar hoort de materiële vertaling bij. En dat de materiële vertaling bestaat uit een cheque van 2500 euro. Ik ben echt overvallen. Ik vind het echt fantastisch. Maar dit is wel, ik doe het echt niet alleen. Hè? Dus ik vind het echt heel tof dat ik die speld krijg. Maar dit is wel echt wel wat we met de hele wijk doen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Lennart, Nick, Carola. Ja. Voor een film kwamen jullie. Nou, het wordt gefilmd. Maar ik ben hier om jullie wat aan jullie te geven. Nou. Voor het 33, officieel Stichting Cultuurpodium. Maar een hele luister en ook bij jullie is het gewoon Fort. Ja. Fort 33 en korter nog Fort, hè? Dat is hoe we iedereen kennen. Vroeger de ijsbreker, dat hoor je mensen nog wel eens zeggen, maar vanaf nu tegenwoordig is het al een tijdje Fort. Jullie werken al een hele tijd met heel veel partners samen. Larix, buurtsportcoaches, SNO, ATC Match, De Kerker, Latent Talent, zorginstellingen, jongerenloket, Kiwanis, Ronde Tafel Leusden en ook actief in de cultuurkoepel Leusden. Nou, dat is al ongelooflijk veel wat jullie aan het doen zijn. Vele activiteiten worden met behulp van een hele grote groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, georganiseerd. En een heleboel activiteiten coronaproof georganiseerd. Zo werd het bouwdorp een bouwkamp. Want ja, jongerenkampen, jeugdkampen konden doorgaan. Nou, en dat hebben jullie heel slim bedacht. Concerten via de livestream. En ook dit jaar heb ik begrepen een Sinterklaasfeest voor jongeren met een beperking coronaproof georganiseerd. En daarom vond het college het belangrijk om jullie dit jaar de gemeentepluim 2020 aan te bieden. Mag ik hem aan jou overhandigen, Carola? Ja, dat kunnen we daar in het gezelschap. Ah, alsjeblieft. Kom even. Ja, helemaal geweldig. Dat had ik dus echt nooit verwacht. Ik ben er een beetje stil van. Ik wil natuurlijk alle vrijwilligers bedanken zonder we eigenlijk helemaal niks kunnen doen. We zijn er hartstikke blij mee. Het voelt goed om waardering te krijgen voor wat we allemaal doen. Maar ik wil ook zeggen dat dit zonder de gemeente niet was gelukt. Want we hebben hele korte lijntjes met de vergunningenman Arjan. En die heeft ons er ook echt wel doorheen gesleept. Mede dankzij hem en dus jullie van de gemeente hebben we veel kunnen organiseren toch ook in deze tijd. Dus hartstikke bedankt. Nee, ik sluit me aan bij alles wat mijn collega's hebben gezegd. En wat Nick al zei, zonder jullie en zonder de vrijwilligers waren we nooit zo ver gekomen. En we gaan gewoon door. En volgend jaar, we zien wel hoe lang het duurt, dit hele corona gedoe, maar we blijven gewoon doorgaan.